Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 3 van deze ellende. Jawel, we gaan een hele domme vakantietrip maken. Wat doe je? Ik heb geplost. Ik deed gewoon inzwemmen in de Alpen. Wij samen, fuck hun. Viva Spanje, ja! Dit is een Pilates class, Ik denk dat ze het wel door hebben wat we aan het doen zijn. Stirar las piernas. Wat zegt ze? Oh, tenen. Ja. Kan jij ook zonder geluid dit doen of niet? Via brie. Oh. Ah. Kan jij ook zonder geluid dit doen of niet? Oh fuck. Zeg ze nou af, poenta. Ik versta het. Uh-oh. Hoppa, tripaco. Maar dit is zeg maar je stoutste droom, zeg maar, die voor je neus ligt. Ik zit gewoon een vrouw zo uit elkaar te trekken. Ik zit gewoon vol in de f***. Ja, I don't can touch it. Kan je dit niet bij? Goeie as heeft zij, hè? Zo. Ze heeft echt een goed kontje. Jezus. Doe ik het ongeveer hetzelfde, toch? Auw! 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 Ik moet kotsen, ouwe, zo echt. Waar moet je kotsen? Ik ga zo echt over mijn nek als ik doorga. Neem een Red Bull. Is het difficult? Oh, nee, ga je alles even bij halen, dat is lachen. Ga even een halen bij de bar. I need to go to the toilet, sorry. Hallo! Fuck. Hey! Wat doe je nou? Atrás y adelante. Godsamme. How was your first time? Eh? Godverdomme, het is geen Engels. Ja, weet, gast. See? This water, just water. Water? Just water. Little bit of water. You can feel better. It's vodka tonic. No, nice. I like it. It's water. You can better. I like it. Dat was hem! Was dat hem? Ja! Nee, we zijn nog niet klaar. Oh. I thought it was finished. I like this pose. I know this pose. This, you call doggy, right? No, it's not. Oh. Oh no, I don't like this. Zo voelt het dus als je kont doet. Y otra vez. La otra pierna. Zo, ja, dag! Over mijn nek. Wat doe je? Ik heb gekost. Godverdamme. Thank you so much. Gracias. Gracias. Woo! So, when you finish after work, you want to drink with us? Or tonight? What? For drinks? Ja, als jij haar wil versieren, dan moet je... I have to go to my town now, eh? Ah, oké. Single. Dames en heren, jongens en meisjes, we staan hier voor een random brouwerij. Random brouwerij. Herbers de Mallorca's. Herbers de Mallorca. Op de voorgevel. Ik weet niet wat het is. Ik weet wel dat het drank is. We hebben een afspraak hier. Krijg je ook herpes van of herbes? Herbes, niet herpes. Herbes. We want to know everything about the Herbers de Mallorca. Oké, what do you want first? Taste. Taste? Meteen. Oh, okay, meteen, yeah, let's go. First taste. En is het een shot? Do you have to drink it slowly? Slowly. Okay. Chanté. Chanté. Deze is wel anders. Hij lijkt wel op deze. Ja, maar ik vind deze wel lekker. Zo gaat he's taking a walk. Dit is toch vet? Dit wil je toch thuis hebben? Dan kan je gewoon inzwemmen in de alcohol. Provera, 1952. Dat is wel oud hoor. 1955. Is die drank, moet die zo lang gisten om zo sterk te worden? Ga je lekker? Die. I like it a lot. Die moet ook. It's really good. I like it a lot. Die is ook nog. Die is ook nog. Nice. I got two more. Ik weet niet wat het doet iets met mij als ik gewoon alcohol zie. Oh, hier is... Slaan ze hier dan zo, pats, en daar komt de alcohol uit, en zetten ze er een tuut in. Zo jammer dat deze vrouw gewoon geen woord Engels kan. I like Herbers de Mallorca. Thank you very much for the tour. Thank you. And thank you for the drinks. Yeah, thank you for the drinks. Gracias. Ciao. Gracias. Ciao. Ciao. Adios. Hey, dit was echt heel kut, hè? Dit was echt heel kut. Eens. Dus het is tijd voor wat anders, toch? Ja, het is zeker tijd voor wat anders. Nou, laten we dan even de natuur zien. Nee, ik wil een boot huren.
Luxe. Natuur. En dit houdt in mee. Boot. Toop. Water, luxe, champagne. Ja, ik ga bij jou mee, is goed. Natuur. Ga je niet mee op de boot? Laten we nu even echt Mallorca zien. Nee. Ik heb een idee. Oké, jongens. Jij gaat niet mee? Nee, ik ga Jochem en Enya, gaan jullie met mij mee? Ja, kom. Maar hoezo ga je met hem mee? Gezellig met de boot. Ik weet niet eens wat ik ga doen. Ga gezellig met de boot. Ik ga op een boot en champagne drinken. Wij samen, fuck hun. Oké, cool. Zij denkt, fuck it. Oké. Oh. We zijn maar één keer op een eiland. Ik wil het eiland zien, voelen, ruiken. Voelen, ruiken, zien. Oprecht, deze twee gasten die kunnen niet eens voor zichzelf zorgen. Die hebben niet eens geld waarschijnlijk bij. Wij gaan genieten van één en al luxe. Luister, Mallorca is 8 miljoen jaar geleden ontstaan omdat twee tektonische platen kwamen tegen elkaar aan. Daar kwam een eiland uit omdat ze omhoog gingen. Oh, jij hebt echt huiswerk gedaan? Ja, 100%. En daaruit, de kalksteen is zeg maar de enige steensoort die hier is. Dat meeste procent van de steen is daar. En daaruit, daardoor heen kan water komen. Zo creëer je grotten. Dus die grot waar we heen gaan is 8 miljoen jaar. Kijk, stalactieten, water, grotten. Natuur. Sorry, ik was afgehaakt bij het aantal jaren dat het ons ontstaan. Snap ik. Ik had even het budget bekeken. Ik had nog een paar duizend euro over. Wat kun je dan regelen? Bootje, mensen, champagne, geen Thomas en Stefan, want dan wordt het weer extra duur. Hey, maar ik wil wel. Kijk, and you're my crew. You're gonna give me drink. Holy shit, ouwe. Ik vind het helemaal fantastisch. Oh, hij heeft het ook even voor jou. Ja, ik heb gewoon mijn eigen mensen. Hey, jullie zijn natuurlijk ook mensen achter het scherm en die moet je ook een keer goed verwennen. Dus proost. Laten we proosten op het leven. En ik wil heel even een paar kreuntjes horen van Thomas en Stefan in de grot. We gaan de grotten in. En ik dacht, het is leuk als een van ons in een Batman pak gaat. Omdat Batman in een grot woont. Okay. Dus laten we de kijkers even bepalen wie van ons tweeën deze tour door de grotten in een Batman pak moet doen. Kijk, ik zie er gewoon... Ja, deze maar online. Oké, okay, staat erop. Let's go. Nou, even 5 minuutjes wachten. 5 minuutjes wachten, dan gaan we door. Ah, ik gun Stefan en Thomas geen grammetje licht. Woe! Heerlijk! Lekker, kijk, dit is... Reageren op de situatie. Ah. We gaan nu kijken wie van ons moet het Batman pakken aan. Is het Thomas of Stefan? Oh, het is Stefan! Niet. Jawel, minimaal verschil, maar het is Stefan. Weet je wat het probleem is? Mensen stemmen altijd op mij. Ja, dat het grappig is. Ja, maar... Ja, fair enough. Maar... Dat is ook wel eens leuk. Klap even in je handjes en heb je dat pak aan. Hoppa, Batman! Nu ben ik Batman, nu kunnen we de grot in. Oh god. Vamonos. Ik heb echt een Mallorca's drankje besteld. Geen idee wat het is. San Francisco. Thank you very much. And enjoy. Ja, ik kan wel zeggen dat het niet lekker is, maar het is erg lekker. Vragen jullie het eerlijk? Vragen jullie het nou niet af wat deze gasten aan het doen zijn? Nee. Hebben ze überhaupt wel de grotten gehaald? Batman! Hola! ¿Cómo estás? Supermercado? Batman, I'm looking for the caves. Where's the cave? You have to go downstairs. Downstairs, yes. See? And go to the right. To the right. And you can find it. Can you be my Catwoman? I'm looking for my Catwoman. Ah, Batman! Batman! De god begint gewoon hier. Oké. Zie je? Je hebt geen kaartje te kopen en niks. Nee joh, grap. Oh, kanon, dit is echt... Tootje! Oh, dit is echt fucking donker, hoor. Hoezo lopen wij gewoon zomaar de grot in? Ik weet het niet, er is niemand hier. Ik denk dat het geregeld is. Het is jouw huis, toch? Ja, hoezo? Natuurlijk lopen zomaar de grot in. Ik woon hier. Nee, maar je mag kiezen. Of we gaan naar mijn woonkamer of mijn keuken. Want we kunnen nu twee kanten op. Ik zeg, we gaan verder naar beneden. Dat is vet. Ja. Ja, we gaan naar mijn woonkamer. Zo, hier zie je de salt, de kalk. Van de stones
it's very interesting because the water, it's like a nature thing. Yes. It makes salt. You can taste it. You can taste it if you want. Yeah, can I taste? And how does it taste? Salt. Salt. We hoeven niet elk item dronken te worden. Oké. Maar deze wel. Kijk, er is letterlijk niemand hier. We gaan de uitgang nooit, niet meer vinden, nein. Hallo, zie, kom eens staas. Oh, shit. Oh, kut. Au, Steve, ik moet nog komen. Wacht even, niet te snel. Steve? Hola, kom eens staas. Ik heb echt zo vaak mijn hoofd gestoten in deze grot. Dat is niet normaal. Ik vond er geen kut aan. Hey, ik denk dat onze gids nu boven staat te wachten. Ik hoor allemaal stemmen. Nou, kunnen we eigenlijk die tour gaan doen dan? Nee, dan zeggen we, ja, we done a tour. Yes. Ik kan niet meer. Ik ben helemaal klaar met. Wat een kutgrot. Het is echt een kutgrot. Moeten we nog een bruggetje maken? Ja, weet ik niet. Nee, jullie zien zo meteen wel wat we gaan doen. Tot in het volgende shot. Een villa! Ja, ik wilde iets meer luxe en lekker genieten van de zon. De zon gaat schijnen, dan kunnen we nog harder genieten en nog harder gillen. Ik ben je eeuwig dankbaar en dan kunnen we eindelijk onszelf zijn. Stuur je alle twee een tikkie, ja? Ja, thanks, thanks. Ja? Maar niet te duur. Nee, niet te duur. Niet te veel. We hebben gewoon nu een privé. Nu hebben we echt een privé. Je kan hem ook omkopen in limonade. Limonade? Limonade, nee. Dit is, een rat. Waarom heb je een rat in je handen? Ja. Ik wou er een leuke draai aan geven. Ja. Aangezien we in een nieuwe locatie zijn. Ja, dus. Ja, oké. Okay. Ja, fair enough. Ja, fair enough. Yes. Jij hebt een tas. Spaanse versiering, meters. Meters. Waarom heb jij dit in godsnaam? Afijn, we gaan één kamer versieren, maar wie zijn kamer, dat gaat het rad bepalen. Mag let's go. Even een goede draai. Een of andere manier voel ik dat ik de lul ben. Ah! Ja. It's your day! Hey, maar Steve, het zijn jouw spullen, dus neem ze mee. Nou, dit is mijn kamer. Welkom bij mijn kamer. Lijkt me leuk om ze zo laag te hangen. Ja. Dus we hangen ze. Zeg deze hoogte. Even wachten, hoe groot is jouw hoofd? Zo. En dan leg je die op de kussen, zo. En dan hangen hier die vlaggetjes. Ja, ja. Zeg maar, hier hangen de vlaggetjes. Viva España! Volgens mij is dit weer die herpers de Mallorca, gewoon de herpers. Ik ga het gewoon herpers noemen ook. Dit is weer die herpers gewoon. Ja, dit is echt niet leuk. Audio sauce. Ja, het is een lucht op, hè? Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de grote Stuk TV Karaoke Show! Yeah! Nou, dan mag je nu gaan staan, maar jij bent de eerste die vanavond karaoke mag beginnen. Nee, nee. Het rad bepaalt. Het rad bepaalt, tuurlijk betaalt. Het rad bepaalt. Het rad bepaalt. Dan ga... Oh. Nou, het rad bepaalt niet meer. Verdomme. Stefan, hier is. En jij nog de gelukkig. Hey, ik ga beginnen. Hey, oh, nou. Now and then I think of when we were together. Yeah. But you didn't have to come here. Think I like it that the hoop is in the wind. I get that out of me, your love. Now you're just somebody that I used to love. Now you're just somebody I used to love. Ja, ik dacht ook, kijk, nu gaan we dit nog doen. Ik dacht, dit is tijd. Het is tijd voor applaus. Dames en heren, dat was de eerste ronde. Mag ik nog één keer een applaus voor Stefan Juriëns. Hey! En nu klaar voor, dames en heren, komt die spanning en sensatie. Het is... Kom erbij, kom erbij. Thomas, wat een vlug! Ja, we gaan een spel spelen. En daarvoor hebben we natuurlijk een fles drank nodig. Ja. Het is heel simpel. Ja. Ik ga zo meteen een chanson, een liedje, voor jullie zingen. En degene die het goed heeft geraden, die verdient de punt. En de rest, die moet... Limonade drinken! Limonade. Ik had ook daarvoor deze show verzonnen. I can feel your voice. Snap je? Ja, je hebt het programma I Can See Your Voice, maar dit is I Can Feel Your Voice. Okay, because... Waarom? Als je het fout hebt,
Ga eens voelen. Oh! Papada, papada. Blijf bij mij, van Sander de Boezelier. Sander de Boezelier. Ja, en dan? Blijf bij me. Ja! Nee, fuck jou! Nee, je moet nee. Oorlog in. Nee, ik had het als eerst. Ja, ik was als eerst. Nu moeten jullie shotten. Proost, Jochem. Ja, je hebt verloren, maatje. Je was niet zelf. Ja, Jochem, je hebt echt kaart verloren. Of niet hard genoeg. Maar we zijn... Ik wou zeggen nazi, maar, dat mag ik niet zeggen. Dat mag je niet zeggen. We zijn nu niet klaar. We gaan gewoon door naar de volgende ronde. Nee. Ronde! Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Ik wist niet dat er woorden... Wat is dit slecht? Je wie ik ben, wow, wow! Jeroen van den Boom! Jeroen van den Boom! Jeroen van den Boom! Nee. Ja! Drinken! Nee, hij weet de titel toch niet? Jawel, bluf! Later, als je groter bent, toch? Of zo? Ja, ja, dat is goed. Dus je moet drinken. Ah, vervelend. Nou, proost jongens. Please. Leuk spel, echt leuk spel. Ja. Ja. En Angel. Ja, stop maar. Ja, stop maar. Angels. Ik was in Angels. Hebben jullie onze positie? Ik wil als eerst. Ik vond dat Jochem als eerst was. Nee, dat is niet eerst. Ik zei het als eerst. Nee. Leuk spel. Ik weet echt de titel niet. Story of my life! Story of my life! Ja! Godverdomme! Ja! Hallo! Ja, ik vind het geen leuk spel. Het is wel een leuk spel. Roepa! Roepa! Jij zegt always good! Roepa! You can ja! Let's go! You can die! You can die! Einde karaoke. What the fuck happened? What the fuck happened? Nee, 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 ja. Ja. Oh nee. Oh ja. Ja, zeker. We gaan slapen, dames en heren. We gaan naar bed. Maar dit wordt wel een feest gewoon. Ik denk dat ik... daar ergens gaan liggen. Tussen de vlagjes. Nee. Oh, kut. Slaap. Lekker. Oh. Drama. Ja. Dat is dat. Ja. Heb ik dat. Ja. Daar. Ja. Slaap lekker.